Woensdag 17 november dansen scholieren van drie Groninger scholen samen met dansgezelschap Club Kai & Roni in de Oosterpoort in Groningen. Dit gebeurde op Petrushka van Igor Stravinsky, dat werd uitgevoerd door het Noord-Nederlands Orkest. Aan het einde van de voorstelling verschenen twee gasten die doorgaans hun kunsten vertonen op de grasmat. Het zijn Luciano da Silva en Leandro Bacuna. De dansvoorstelling is een initiatief van het Noord-Nederlands Orkest, dansgezelschap Club Kai & Roni en FC Groningen in de Maatschappij. Dit project is ooit in een andere vorm gegaan in Berlijn. En toen hebben we ooit gezegd, dit moeten we hier in Groningen doen. In Groningen voor alle studenten hier, voor het orkest en voor de hele omgeving en voor de maatschappij. Dit is een geweldige samenbrengst van jonge mensen met klassieke muziek en ballet. En FC Groningen spelen, wat natuurlijk een fantastisch was om die erbij te hebben. Het was eerst nog een beetje moeilijk voor hun, maar het was wel heel erg leuk dat ze meededen. We hebben wel lang zitten oefenen, maar we hebben het onder de knie gekregen. Gisteren moesten ze een beetje vroeg weg, omdat ze vanmorgen heel vroeg naar een training moesten. En dus toen hebben we niet echt goed met ze gerepeteerd, maar toen hebben ze zelf het dansje zeg maar geoefend. Hoe lang heb je geoefend? Ik denk 2 uur. Tevoren. We hebben heel lang geoefend. Ja, ik denk dat we... Dat zag je ook terug? Ja, hè? Ja, het vind ik ook mooi, man. Ik vind het geweldig. Vooral met de kinderen. Ik zag dat de kinderen... Iedereen was heel enthousiast, heel wat blij. Ja, dus we zijn ook blij. Heb jij iets met klassieke muziek? Ja, natuurlijk niet. Nee, het past niet bij mij. Nee, maar ja, ik deed het gewoon, eerlijk gezegd, gewoon voor de kinderen. Dus, maar klassiek muziek is niks van mij. Hey, waar is Jacob, jongen? Eerste keer dat ik het hoor eigenlijk. En met de danspasjes erbij, dan zou ik wel naartoe gaan. Maar zonder danspasjes, dan zou ik er misschien over nadenken. Als je voetbal kijkt, kijk je eigenlijk naar ballet. Als je de beweging van voetballers ziet, de elegantie, de manier, is puur ballet. Dat past zo goed in echt ballet. En natuurlijk ook om een maatschappij die je niet direct associeert met ballet, namelijk de voetbalwereld, hierin te brengen. Dat ook die werelden totaal niet van elkaar verschillen en bij elkaar horen. Na de voorstelling was het dringen geblazen voor handtekeningen en foto's. Hoe vond je dat ze deden? Oh, ze deden het heel goed. Ze doen niet zoveel, maar ze zijn wel knap. Ja. En heb je een handtekening ook dus? Op mijn onderbroek. Kijk! Op mijn shirt. En die ga ik elke dag dragen. Ik ga hem niet meer in de was stoppen. Ik ook op mijn broek. Ja, jij hebt de meeste, hè? Ja, hier. Ik heb er hier een. Hier. En ik heb een Groningen vlag had ik mee. En ik heb een sjaal had ik meegenomen. Ik had een t-shirt meegenomen. Ik had allemaal papieren meegenomen op mijn arm. Echt? Kunnen ze wel gaan verkopen? Ja. Ik heb nog een handtekening gekregen. Ja, voor mijn broertje. De vraag is nu of dit project een vervolg krijgt.
Zeker. We hebben nu al bedacht en beklonken dat we volgend jaar een nieuwe productie gaan doen. En ook weer met spelers van FC Groningen? Hopelijk allemaal. Nee, ik weet niet. Ik weet niet waarom mensen denken dat ik een goede danser kan. Ik kom uit Brazilië, daarom. Maar ik kan op zich niet zo goed dansen, maar de mensen denken gewoon zo over mij. Kan hij een beetje dansen? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, even laten zien, een klein stukje. Ja? Ja, ja, laat het zien. Vamos. Je hebt wel een goede swing, hè? Kijk die heupjes. Ja, maar later dan weer, hè? Hey. Ah, maar ik hou wel van dansen, weet je. In de kledingkamer zit altijd om te dansen en zo. Ja, daarom kwamen ze ook bij jou terecht natuurlijk. Ja, daarom. Ik zit gewoon met mijn iPod in de kledingkamer. Iedereen vindt de muziek leuk. En ik sta altijd om te dansen. Dus daarom vinden mensen gewoon dat mooi om te zien. Heeft hij een beetje goede muzieksmaak? Nou, ik denk dat er veel commentaar is op zijn muziek in de kledingkamer. Maar ja, ik bedoel, we horen het al een paar jaar aan. En, het wint wel. Er komt nooit wat nieuws op de iPod, maar dat maakt niet uit. Dus, wat draait hij meestal dan? Van alles en nog wat. Ik bedoel, Braziliaans, oud muziek, Backstreet Boys. Het is wel altijd wel leuk om te doen.